Wat gebeurt er met een beeld als je dit in een andere context plaatst? Wat zegt een collectie over verzamelen? Wat bewaren we en wat gooien we weg? Dat zijn de vragen die worden gesteld in de expositie van Fontys-studenten Tessa van Helden. Ze liet zich inspireren door gevonden voorwerpen en oude archieffoto's en verwerkte die samen met een paar andere kunstenaars in een aantal kunstwerken die op twee locaties in de stad te bewonderen zijn. Zelf heb ik vorig jaar een fotoboek gemaakt met archiefmateriaal van mijn ouders. En toen stuurde mijn docent mij een mail met misschien moet je eens naar BKKC gaan en kijken wat ze voor je kunnen doen. En toen kwam ik in gesprek met Attie Baks, adviseur en curator bij BKKC. En zij stelde mij voor of ik een concept kon schrijven voor een tentoonstelling waarbij ik de thematiek van het werken met bestaand beeldmateriaal in een bredere context kon plaatsen. En op deze manier heb ik toen een tentoonstellingsconcept geschreven wat aangenomen is. En heb ik kunstenaars mogen uitzoeken die ook met dit thema werken. We zien naast mijn eigen werk ook het werk van Chantal Rens, Paul Bogaars en Robin Gerrits. Het overkoepelende thema is eigenlijk, wordt in de kunst genoemd found footage, dus werken met bestaand beeldmateriaal, oude archieven doorspitten, op zoek gaan naar amateurkiekjes op rommelmarkten en daar nieuwe werken van maken. En eigenlijk willen we allemaal denk ik wel de boodschap uitdragen om kijk eens naar wat er al is en niet zozeer nieuw werk maken of nieuwe beelden maken, maar oude beelden gebruiken. Eigenlijk is het tentoonstelling maken een uitstapje waar eigenlijk wel mijn passie ligt. Maar naast het ontwerpen van deze tentoonstelling heb ik ook verschillende kunsteducatieve programma's gemaakt. Dus er komen bijvoorbeeld CKV-leerlingen van de Nieuwste School, waar Robin Gerrits ook docent is. Deze leerlingen krijgen voorbereidende lessen en komen dan de tentoonstellingen bezoeken. Hiernaast zijn er publieksactiviteiten voor de bezoekers van de bibliotheek ontwikkeld. En komen de studenten van de Academie voor Beeldende Vorming ook alle instellingen langs waar we nu samen mee werken. Om ze te inspireren, te informeren over wat deze instellingen voor kunststudenten kan betekenen. Hier in BKKC zie je de autonome werken van de kunstenaars. Maar voor de expositie in de bibliotheek hebben wij ze eigenlijk met een vraagstuk bevraagd. Van hoe kun je reageren als kunstenaar op een bestaand archief? Er is een samenwerking ontstaan met het Regionaal Archief Tilburg en het Stadsmuseum. En zo hebben we de kunstenaars uitgedaagd om niet met hun eigen archief aan de slag te gaan, maar met het archief wat met de stad Tilburg te maken heeft. Hiernaast heeft Paul Bogaars gefungeerd als gastcurator over de collectie van Bibliotheek Midden-Brabant. We hebben op die manier nagedacht van hoe kunnen we een collectie op een dynamische of innovatieve manier presenteren door middel van een ingreep van een kunstenaar. Medio 2018 gaan zowel de bibliotheek als de kunstbalie als het BKKC samen met Seeds to Meet naar de Lokhal. En wij willen natuurlijk ook op het gebied van programmering willen wij zoveel mogelijk samenwerken. Dus daar zijn we nu al mee gestart. En we vinden het ook heel bijzonder dat het Stadsmuseum en het Regionaal Archief voor dit project ook zijn aangesloten. En in de toekomst willen we nog meer dingen gaan uitproberen rondom programmering. Ik denk dat je vooral moet laten verrassen door de werken die hier zijn. Er zijn heel veel verschillende soorten werken als je nadenkt dat alle kunstenaars werken met bestaand beeldmateriaal. Er is hier geen één werk hetzelfde. Wat ook geldt voor de bibliotheek, waar bijvoorbeeld een behangprint is gemaakt aan de hand van bestaand beeldmateriaal. Ze hebben gewoon nagedacht, of wij hebben nagedacht van hoe kunnen we zo'n oud archief zeg maar in een nieuwe context plaatsen en hoe kunnen we ook erfgoed, wat het eigenlijk is, ontdoen van het stoffige imago wat er misschien wel aanhangt. I'll never have a liquid lunch.